Welkom, ik ben Christel. Fijn dat ik samen met jou even mag zien naar wat deze nieuwe maanenergie in het teken van Steenbok, 23 december 2022, ons te vertellen geeft. Er valt veel uit te pakken met deze nieuwe maan en veel van de energieën eromheen lijken een hint te zijn over wat we kunnen verwachten als we 2023 binnengaan. Ten tijde van deze nieuwe maan zal de maan extra dicht bij de aarde staan, waardoor het een supermaan is. Hoewel we de nieuwe maan niet zullen zien, betekent haar nabijheid zeker dat we haar zullen voelen. De Steenbok nieuwe maan valt ook op 1 graad van het dierenriemteken, een sterk geladen en karmische graad, die wijst op een nieuw begin en het begin van een nieuw hoofdstuk. Het is interessant om op te merken dat dit een thema was voor de nieuwe maan van vorige maand. Blikken we even snel terug. Er was sprake van het eclipsportaal dat afgesloten wordt op een hoopvolle noot en ons inspireert om gebruik te maken van de groeikansen die elke crisis onvermijdelijk met zich meebrengt en dat we uiteindelijk heel blij zullen zijn met het resultaat. Deze energie zal nog even doorgaan tijdens de volgende 3 nieuwe manen. Dit is ook de tweede Steenbok nieuwe maan van 2022. De eerste beleefden we op 2 januari, net toen het jaar begon. Het lijkt erop dat de Steenbok onze gids was toen we het jaar ingingen en dat de Steenbok dat ook zal zijn als we het jaar 2022 verlaten. De Steenbok is een mythisch wezen dat naar de diepten van de zee kan zwemmen en naar de hoogste bergen kan klimmen, wat hem een uniek perspectief en een wijsheid geeft waar geen enkel ander dier tegenop kan. Maar de zeegeit geeft ook een nadeel. Hij geeft wel een staart, maar geen vinnen. Hij heeft 2 voorpoten, maar mist zijn achterpoten. Dit alles maakt het extra uitdagend voor de zeegeit. Maar door te leren en wat doorzettingsvermogen kan hij alle gaven omarmen die het leven te bieden geeft. Misschien heeft de symboliek achter de zeegeit iets in ons aangewakkerd. Kunnen we ons vinden in de lessen van de zeegeit? Is er iets dat we kunnen meenemen uit het verhaal van dit mythisch wezen? De zeegeit herinnert ons eraan dat we allemaal unieke en bijzondere wezens zijn. We hebben allemaal onze talenten. We hebben allemaal onze vaardigheden. En als we die leren benutten, kunnen we de beloningen ervaren die ze te bieden hebben. De zeegeit kan niet klimmen zoals zijn berggeitenbroeders en zusters. En hij kan niet zwemmen naast de school vissen. Maar hij kan wel zijn eigen lichaam, zijn eigen talenten en zijn eigen kracht bezitten. Hoe kunnen we onder de Steenbok nieuwe maan onze kracht opeisen? Hoe kunnen we opstaan, ondanks onze vermeende gebreken en tekortkomingen, en ons verbinden met ons recht om na te streven wat ons hart en ziel oproept? Onder de Steenbok nieuwe maan is Chiron actief, de asteroïde, bekend als de gewonde genezer, stationeert rechtstreeks op dezelfde dag.
Chiron staat sinds juli retrograde, maar geeft deze nieuwe maandag uitgekozen om eindelijk uit deze cyclus te komen. Chiron staat bekend als de gewonde genezer, want hij geeft, net als de zeegeit, geleerd te nemen wat hem is gegeven en dat om te zetten in kracht en macht. Chiron werd bij zijn geboorte verlaten, wat leidde tot lijden, trauma en diepe verwondingen. Maar in de loop der jaren heeft Chiron geleerd zijn wonden en trauma's te gebruiken als krachtige portalen van genezing. Door zijn wonden te omarmen, is hij een wijze leraar, genezer en mysticus geworden. Is dat de leraar die in ons leven zal komen, naar de welke de periodieke reading van Steenbok verwijst? Door zijn wonden te omarmen, geeft hij zijn eigen roeping en doel in het leven gevonden. Velen van ons willen ons doel bereiken, maar ons doel is meestal geen groots plan. Ons doel is stiller, meer intern. Ons doel is niet iets wat we vinden, het is iets wat we zijn. Ons doel leeft in ons, niet buiten ons. Natuurlijk horen we soms een externe reis te maken om ons doel te vinden. Maar eigenlijk zijn we alleen maar bezig onszelf te vinden. En daar komt ons doel uit voort. Ons doel leeft binnenin ons en kan worden geactiveerd onder deze steenboknieuwe maan. Maken we een intentie om ons te verbinden met alles wat we zijn, want daar zullen we onze innerlijke vlam vinden. Daar zullen we ons verbinden met wat onze ziel hier kwam doen. Wat onze ziel hier kwam doen, hoeft geen naam of officiële titel te hebben. We hebben ook niet slechts één doel. We kunnen vele doelen hebben die op verschillende momenten in ons leven worden geactiveerd. Maken we onder deze steenbok nieuwe maan contact met het doel dat het meest relevant voelt voor ons en waar we nu zijn in ons leven. Kijken we of we met dat doel kunnen werken en de wijsheid eruit kunnen halen die erin zit. Als gewonde genezer brengt de energie van Chiron ook wat helende vibraties onze kant op. Als er iets is dat we willen helen, maken we dan een intentie onder deze nieuwe maan, want Chiron zal de weg verlichten. Werken met onze eigen aangeboren helende krachten wordt versterkt onder deze nieuwe maan. Dus voelen we ons vrij om de helende kracht van ons eigen lichaam te verkennen en te koesteren. Vlak voor deze nieuwe maan gaat Jupiter de ram binnen, waar hij een groot deel van 2023 zal blijven. Het teken waarin Jupiter staat, kan de energieën van het komende jaar kleuren en vorm geven. Jupiter in ram geeft aan dat 2023 een jaar is van onafhankelijkheid, vernieuwing en een nieuw begin, en al deze energie is ingekapseld onder de nieuwe maan. De zaden van gevoelens die op dit moment worden geplant, zullen waarschijnlijk een ets zijn van wat 2023 kan bieden.
besteden we aandacht aan de subtiele gedachten, gevoelens en thema's die rond deze tijd bij ons opkomen. Want dat zijn waarschijnlijk de lessen en geschenken die het nieuwe jaar zal brengen. Nu we 2022 afsluiten, hebben we veel energie die ons waarschuwt om te vertragen, ons terug te trekken en tijd te maken voor ontspanning. Kort na deze nieuwe maan zal Mercurius retrograde gaan en zich aansluiten bij Mars, die sinds eind oktober retrograde is. Deze beide planeten in retrograde samen signaleren ons om onze tijd te nemen, terug te keren naar het verleden en de wijsheid dat ons verleden geeft laten zien te overwegen. Onder deze nieuwe maan kunnen gebeurtenissen of gevoelens uit het verleden naar boven komen. En als dat zo is, weet dan dat er wat wijsheid uit hun herinneringen te halen valt. Kijken we of we deze aanpak kunnen volgen bij alles wat er in ons opkomt. De energie van de nieuwe maan in Steenbok verwelkomt ons naar een kant van het leven die de meeste mensen nooit verkennen. De heilige driehoek van de drie-eenheid van tijd, verleden, heden en toekomst. Deze wordt omgeven door de cirkel van eeuwigheid, die ons herinnert aan de oneindige aard van het leven, cyclisch, voortdurend en verbonden. De energie is gelaagd met stromen van alle verschillende snelheden en richtingen. Deze lagen van bewegende trillingen zijn als de emoties van ons leven. Het is tijd om onze patronen van motivatie en reactie te begrijpen en te erkennen hoe we worden beïnvloed door dingen die zich onder de oppervlakte afspelen. Diepgaande gevoelens die we misschien niet onder ogen zien, zijn vaak toch sterk genoeg om ons lot te sturen, of we dat nu willen of niet. Verlangen, gehechtheid en angst kunnen ons in een heel andere richting sturen dan we willen. Dergelijke invloeden kunnen voortkomen uit vorige levens. Maar wat de oorsprong ook is, we hoeven er niet voor altijd aan vast te zitten. Kijken we eerlijk naar de patronen van ons leven, om de onderstromen van emoties te identificeren die ons op het verkeerde been zetten. Bevestigen we dat we giftige emoties, verlangens en behoeften kunnen loslaten. Roepen we onze eigen eeuwige geest aan om ons te helpen navigeren door deze diepten van gevoel en invloed. De kracht van onze ziel overstijgt alle grenzen van tijd, ruimte en energetische stromingen. Wanneer we de diepte van vrede voelen die zij brengt, zullen we in staat zijn bewust voordeel te halen uit elke beweging en vreugde te bereiken in alle stromingen van onze huidige ervaring. Het heden is een druppel leven die niet kan worden gescheiden van de bron die onze eeuwige waarheid is. Kiezen we ervoor het te doordrenken met kracht en vrede. De energie van de nieuwe maan brengt haar diepere krachten van helende energie naar de aarde en naar ons leven,
Ze fungeert als antenne. Zij ontvangt leiding en kracht, die zij kanaliseert naar de aarde en de wateren beneden. Haar vredige intenties zijn van evenwicht en afstemming. Als de energie van de nieuwe maan vrede brengt op de planeet, roept ze ons op de wateren in ons eigen leven tot rust te brengen. Het is tijd om eerlijk naar onze energie te kijken. Zijn de dingen te hectisch voor ons om onze taken rustig aan te pakken? We hebben misschien het gevoel dat we geen controle hebben, maar we kunnen en horen het tempo van onze dagelijkse activiteiten te reguleren en altijd wat tijd besteden aan onze eigen vreedzame prioriteiten. De wateren van het leven stromen diep en er zijn vaak diepere persoonlijke lessen dan dat we misschien beseffen. We hebben wel het vermogen om zelfsturend te zijn, grenzen te stellen, evenwicht te creëren en kalm te blijven en verbonden met het goddelijke, zelfs te midden van persoonlijke of professionele stormen. In de oneindige en soms hectische eisen van het leven zegt dit ons te stoppen en te vertrouwen op de onwrikbare waarheid van de verbinding van onze ziel. Ons vredig, maar diepgaand geloof zal de kolkende wateren kalmeren en de gezegende oplossingen brengen waarnaar we verlangen. Een gezegende nieuwe maan in Steenbok, iedereen. Namaste.